Aanstaande zondag 11 september is het weer tijd voor de jaarlijkse Bridge to Bridge loop. Wij gaan in gesprek met de organisatie over de historie, de missie en de doelstellingen van deze loop. Thijs Groenewegen, in de organisatie van de Bridge to Bridge loop. Kun je ons wat meer vertellen over de achtergrond en de historie van de Bridge to Bridge? Bridge to Bridge is dit jaar de 32e editie. Het is ontstaan naar aanleiding van de 40ste herdenking van de Slag om Arnhem in 1984. Het is een hardloopevenement met drie afstanden. De 3 Engelse mijl, de 6 Engelse mijl en de 10 Engelse mijl. Maar het is ook vooral een evenement wat heel erg in het teken staat van de herdenking. En ook wel echt probeert over te brengen. Het is wel een loop met een gedachte erachter. En probeert echt over te brengen dat er ook aandacht is voor de historie van de brug en waar we nu staan natuurlijk. Ja. En wat daar gebeurt is natuurlijk. En ja, jullie doelstelling is dan ook het overbrengen van het gedachtegoed als het ware. En het herdenken. Maar hebben jullie verder nog een specifiek doel met de Bridge to Bridge loop? Ja, ik denk het is meer dan een hardloopwedstrijd. Het is wel een hele mooie route. Ik heb mezelf ook gelopen natuurlijk. Maar het is ook vooral een evenement voor meer dan alleen lopers. Je bent ook van harte welkom om met de familie te komen kijken, aan te moedigen. Vrienden, collega's, et cetera. En we hebben daarom dit jaar hebben we ook extra ingezet op de side events. Er is een randprogramma in samenwerking met Vrijheid Blijheid. Die veel organiseert, zoals je kunt oude voertuigen bekijken uit de tijd. Je kunt frisbee leren. Je kunt de stormbaan op. Dus buiten dat het een hardloopevenement is, is het ook echt de moeite om gewoon te komen kijken. En gewoon mee te doen met de activiteiten die er zijn. En op het terrasje zitten en een biertje drinken, dat kan ook prima. Dus, eigenlijk een soort combinatie van geschiedenis, vrijheid en ook gezelligheid. Ja, zeker. En ik denk dat die combinatie, zeker ook met dit als achtergrond, dat het gewoon een heel mooi evenement maakt. En hoeveel mensen doen er dit jaar mee? Ik weet zelf dat er volgens mij een max aan zit van 10.000. 10.000 niet. We gaan wel weer groeien dit jaar. Het is een evenement wat de laatste jaren steeds groeit en dat is ook dit jaar weer het geval. Dus we verwachten op zo'n 6.000 lopers uit te komen. En die nemen natuurlijk ook allemaal mensen mee. Dus alles bij elkaar red je de 10.000, red je wel, ja. Je gaf zelf al aan van ik heb mezelf ook gelopen. Doe je dit jaar ook weer mee? Nee, ik had me wel ingeschreven. Maar uiteindelijk kom ik daar organisatorisch toch niet helemaal mee uit. Dus dat gaat dit jaar niet lukken. Maar, tijdens het event te veel geregeld zelf. Ja, precies. Dan ben ik gewoon aan het werk. Dus dit jaar moet ik hem helaas overslaan.